quarterback. Nou, hij is raak. Ja, de vrij. En dan is het hier raak voor Feyenoord. Van Persie, nu legt hij hem terug. En nu is het raak. En het is Orkun Kökçü. Dat is dan het recept van Persie. Guidetti, dat is een kans, dat is een goal voor Feyenoord. Nu al, vierde minuut. Hij scoort, John Guidetti. Goeie bal, Castaños. Ja, daar is hij voor Feyenoord. 1-0. Theo Jansen tegen Zoetebier op. Armenteros. Pelle. Zo. Er zijn er drie Feyenoorders. Het overstapje en de goal. Het overstapje van Van Hooijdonk. De goal van Shinji Onno. Basasikoglu. Dat is een mooie invalbeurt voor hem als hij deze nog afmaakt. En dat doet hij. Beslist de wedstrijd. Jurgensen kiest weer positie. Dat heeft Toornstra gezien. Nou, daar is de ding voor de 2-0. Zit hij erin of niet? Hij zit erin. Het is een goal. Nu krijg je de situatie dat het uitvak begint te zwaaien naar de collega-supporters op andere tribunes. En dan zie je uiteindelijk hoe massaal die support nog is voor Feyenoord. Hé, ik moet jullie iets belangrijks vertellen. Abonneer je nu op het Feyenoord-kanaal. Klik op het Feyenoord-logo. Tot snel.